Dus wat dat betreft, Ajax, aan de slag. Ja. Want je krijgt vandaag morgen, als je zo blijft spelen, krijg je een tik. Mm-hmm. Dat was Jackie, dat was Jackie, met z'n avondzwarte haar. Dat was Jackie, dat was Jackie. Nou, Jackie, Ajax heeft een goed weekend achter de rug zonder goed te spelen. Dat klopt. Ja. Het laatste wat je zei, Ajax speelde als een van de slechtste, vond ik. Als je tegen dit soort tegenstanders, en ze waren al gewaarschuwd tegen Den Haag, dat is net zo'n pot, ja, dan moet je het meteen beslissen met 2-3 goals. Doe dat nou, want het hoort bij Ajax. Nee, wat doen we? We wachten lekker af. Hun 1 kans, 2 kansen. Nou, voor rust is er helemaal niks gebeurd, dan kun je beter overslaan. Na rust komt Ajax er een beetje in het spel, dan maak je 1-0. Waarom maak je dan niet de tweede en de derde? Daar zit iedereen op te wachten. Nee, dan vallen we in slaap. Er worden een paar acties gedaan, ik weet niet, maar we hebben echt geluk gehad in deze wedstrijd dat RKC geen goals maakt. Dus ja, je moet alleen maar blij zijn en deze wedstrijd heel snel vergeten, want het was drama, zoals er een paar liepen te voetballen. Ja. Dus woensdag denk ik dat ze er wel staan. Ja. En dan moet het ook tegen die Engelsen, mm-hmm. Want die moet je pakken, ook Chelsea thuis. Dat is heel belangrijk, die 3 punten. Dus er moet alles voor gedaan worden. Maar wel iedereen in het elftal moeten verknokken. En niet dat er een paar vanaf spelen, dat ze er niet zijn. Nee. Dat kan niet gebeuren. Precies, maar dat is een beetje het probleem, hè? Ze kunnen zich niet meer opladen. Nee, voor maar er zijn toch een paar. Het echte elftal staat nog niet. Want je ziet dat er openingen zijn achterin, dat je af en toe denkt, hoe kan dat nou? En die kans heb je geluk dat ze niet benut worden. Nou ja, dat is nog iets voor Mr. Overmars. Om eens goed te kijken voor een verdediger in het centrum die alle kopballen pakt. Want dat is wel heel erg nodig. Ja. En die hebben we niet. Nee. Je geeft zelf vaak aan van, hè, dat je wel fan bent van Huntelaar in dit soort wedstrijden. Ja, natuurlijk ben ik. Maar ja, die kreeg geen ballen. Nee. Nee. Ik moet zeggen dat Klaas-Jan ook niet echt in topvorm was. Nou, er viel er nog één in. Neres. Nou, die dacht dat hij nog moest beginnen na de wedstrijd. Die kreeg 1 bal. Als hij hem gewoon doodmaakt en intikt, of het wel buitenspel of geen buitenspel. Die bal moet gewoon zitten. Ja. Is 2-0, is het over. Toen hij er net in maar ja, stond. Hij gaat er niet in. Nee. Hij glijdt uit. Ik denk dat hij zijn schoen ook eens naar me kijkt. Mm-hmm. Want ze vallen altijd op het beslissende moment. Ja. Over Neres gesproken, die lijkt een beetje buiten de boot te vallen nu. Hè? Nee, dat denk ik niet. Je speelt zoveel wedstrijden, je krijgt blessures. Dus je komt er vanzelf in. Maar je moet je er wel in spelen. Mm. Laten zien. Elke keer weer. Je ziet het ook bij die andere ploegen. Ga maar na. AZ wordt de laatste 2 weken omhoog geschreven. Geweldig. Ik heb ze zien spelen. In Jong Oranje, Stenks. Boadou. En Koopmeiners. En dan denk je, ja, dat zijn 3 jongens die komen eraan. Ja. Maar dan zie je ze een wedstrijd later. Nu, de Heerenveen. Niet gezien. Nee. Manchester United, 0-0. Ook niet echt gezien. Dus ja, het is zo. Het zijn goede voetballers, maar ze moeten zich elke wedstrijd weer bewijzen. Ja. En dat is het gewoon in het voetbal. Je ziet het met Feyenoord, je ziet het met PSV, hoe die de boot in gaan gisteren tegen Utrecht. En die speelde niet eens zo slecht, vond ik. Nee. Maar ja, dan krijg je een paar rode kaarten. Ja, dat wilde ik zeggen. Het werd later op de avond dus nog een hele leuke wedstrijd, of een hele leuke avond voor Ajax. Ja, tuurlijk. PSV, ja, Ajax heeft gewoon geluk. Ja. Dat je dat de andere punten verspelen en jij niet. Ja. Kan niet mooier. Ja. Wat dus wat dat betreft, Ajax, aan de slag. Ja. Want je krijgt vandaag en morgen, als je zo blijft spelen, krijg je een tik. Mm-hmm. Want PSV, hè? Nou, je hebt wel eens eerder gezegd van, die moeten wat vaker met 10 man hadden ze kunnen komen te staan. Ja. Nu gebeurde het. Ja, dat is ook terecht. Met de hulp van de VAR. Ja, goed. Maar, nou, hij had het zelf moeten zien, vind ik. Hij was gisteren ook op de tv. Maar deze 2 moet hij gewoon zelf zien. Als hij dat niet ziet, dan moet hij andere wedstrijden gaan fluiten. Ja. Er was nog een hele discussie over. Mm-hmm. Ja, ik weet dat er bepaalde standpunten zijn dat je geel moet geven of rood moet geven. Nou, dit is toch duidelijk. Ja. Als je hem goed raakt, die jongen, dan is hij 6 maanden uitgeschakeld. Ja, gewoon nou 2 over, terechte rode kaarten. Ja, over allebei. Hè? Tuurlijk. Ja. Dumfries had misschien ook. Ja, vind ik ook rood. Als een ander hem zo meeneemt, krijgt hij toch ook geel? Ja. Nou, dat was zijn 2e geel. Mm-hmm. Het hoeft voor mij niet altijd, omdat je dan denkt dat ik tegen PSV ben. Nee, maar het is gewoon terecht. Het gebeurt. Ja. Dus. Maar maakt niet uit. Nee, al met al toch een uitstekend weekend voor Ajax. Ja, tuurlijk. Moet je blij om zijn. Precies. Maar ze moeten echt aan de bak nou. Ja. Nou, ik keihard gaan trainen, want je ziet het. Elke keer naar interlands en dingen,
spelen we niet goed. Mm-hmm. Dan moeten we echt op sleeptouw genomen worden, dus dat moet veranderen. Ja, want nu tegen Chelsea, dan moet er inderdaad uit een ander vaatje getapt worden. Dat is natuurlijk geen misselijke ploeg. Kunnen ze wat te willen. Chelsea gewoon een goede ploeg. Ja. En, ja, zit bij de topteams de laatste jaren. Dus dan moet je tegen wikkelen. Maar ik moet zeggen, wij spelen altijd goed tegen Engelsen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft ben ik niet eens zo bang. Want hij is gewoon een goede pot neerzetten. Die Engelsen die trappen ook makkelijk in de schijnbeweging. Dus als ze een beetje goed spelen, dan komt het best in orde. Ja, hè, vorig jaar zijn we er wel tegen Engelsen uitgevlogen natuurlijk. Ja, maar dat is ook eigen schuld. Ja. Eigen schuld. 2-0 voor, uitgewonnen 1-0. En je verspeelt het nog, omdat iemand uitglijdt die een bal weg moet schieten. Ja. Weet je wel? Zullen ze naam niet noemen? Nee, dat doen we niet. Nee, oké. Wat denk je dat Ajax thuis tegen Chelsea, die gaan, dat gaan kunnen? Ja, die gaan 2-1 winnen. 2-1 winnen? Ja. Wordt het nog met hangen en wurgen? Nou ja, dat ligt in jezelf. Ja. Maar goed, ik ben al tevreden met 2-1. Want dat zou... Dan heb je 9 punten. Ja, dat zou zo goed als... Dat zou geweldig zijn. Ja, dan zijn ze goed als door zijn. Nou ja, het publiek erachter, en dat gebeurt steeds, dat is geweldig. En dan moet het gebeuren. Ja. Het publiek is er overigens niet bij als Ajax naar Londen gaat. Nee, dat heb ik gewoon. Ja, dat vind ik ook met al die wedstrijden waar je wel mag en niet mag. Het is toch waardeloos dat het publiek niet mee mag naar uitwedstrijden. Ja. Dat vind ik zo gek. Maar ja, die jongens maken het zichzelf na, die supporters, af en toe. Dus ze moeten nou eens die kopjes erbij elkaar houden en gaan zeggen, jongens, we komen voor het voetbal. Niet om te knokken, nee, voor het voetbal. Dan ben je supporter, dan ben je erbij zijn. En dat moet gebeuren. Maar ja, het is moeilijk.